Welkom bij plantfysiologie. Vandaag wil ik een paar tekeningen laten zien die ik gemaakt heb en die de basisstructuren van dicotiele en monocotiele weergeven. Dus kijk met mij mee. Ik heb hier een wortel van een eudicotiel getekend, een boterbloem ranunculus. En wat zie je? Dwars doorsneden door die wortel zit heel mooi die vaatbundel hier liggen, hè, de centrale cilinder. Hier, ja, grote laag, wat 6 genoemd is, met schorsparenchym en buiten die exodermis. Als ik ga inzoomen op die vaatbundel, dan zie ik hier in 4, zie ik de endodermis en die bestaat uit doorlatende en niet doorlatende. Dus 5 zijn doorlatende cellen en 4 niet doorlatende cellen met die bandjes van Caspari. Je ziet heel duidelijk, hè, een soort van kruisstructuur, dat zijn de xyleemcellen. Dan hebben we de phloemcellen. Met phloemcellen en de begeleidende cellen. En dan hebben we 3 hier, hebben we het cambium tussen liggen. Ja? De wortel. In sneltreinvaart, zoals ik al zei. De monocotiel ziet er heel anders uit. Ja? De rhizodermis met wat wortelharen. We zien hier ook wel een centrale cilinder. En in die centrale cilinder zien we ook houtvaten, phloem, xyleem. Phloem en merg liggen en weer hier die centrale cilinder met hier zo dat ingezoomd, ja, met weer die endodermis. En je ziet die zeevaten heel mooi zitten, phloem. Gaan we naar boven, ja, bovengronds, we hebben de ondergrondse delen van de mono en de eudicotiel achter ons gelaten. Gaan we naar bovengronds, gaan we naar de stengel, ja, een jonge stengel van een eudicotiel. In dit geval de pijbloem Aristolochia. Aristolochia, ja, we zien hier een mooie buitenkant en we zien hier direct, hè, wat tenminste mij opvalt en hopelijk jullie straks ook, ja, zijn die vaatbundels, ja, phloem, xyleem en die cambiumring. Dan hebben we hier een hele laag weefsel, ja, steunweefsel, sclerenchymcellen en dan de buitenste laag, de epidermislaag. Hier tussenin primair schors en 9, ja, dat moet dan het merg zijn. Al die ruimte hier omheen, dat is veel weefsel, is parenchym, ja, parenchymweefsel, parenchymcellen. Dan wordt die stengel, die wordt ouder. Ja, nog steeds zijn we hier bij de pijbloem, dus die wordt ouder, meerdere jaren. En we zien toch wel wat veranderd, want die mooie bollen, dat zijn hele uitgerekte vaatbundels geworden. Je ziet nog steeds, ja, hier die houtcellen, xyleem. Phloem, maar we zien nou duidelijk het verschil tussen primair phloem hier aan de buitenkant en het secundair phloem. En we zien nog steeds wel die cambiumring. We zien jaarringen ontstaan met lentehout, lentehoutcellen. Heel groot, veel vocht aanwezig, optimale goede omstandigheden. En hier een zomerhout, wat dan wat veel compacter is, veel kleinere cellen. Die ring van sclerenchymcellen, die is opgebroken nou. Die bestaat uit aparte units. En we zien hier, zien we dat schors, ja, zien we, of kurk, sorry. Kurk zien we hier omheen, met daarbuiten die epidermislaag. En die scheurt vaak af, zoals je ziet. Hier een merg. Het merg. En je ziet die mergstralen hier mooi langs die vaatbundels heen lopen. We zien duidelijk verschil tussen, hè, de vroege stengel, hè, de jonge stengel en de oude stengel. Die stengel van de monocotiel, totaal anders. Ja? Totaal anders. Veel simpeler van vorm. Al die losse vaatbundels, die liggen daarin. Weer die epidermis, maar je ziet die losse vaatbundels, die zie je daar heel goed tussenin. Maar die vaatbundels zelf bestaan natuurlijk ook weer uit xyleem. Phloem, met een phloemcel met een begeleidende cel. Je ziet hier verstevigingsweefsels, hele dikke celwanden, zie je hier. 5, dit is het phloem gedeelte, dit is het xyleem gedeelte. Totaal anders dan dit soort eudicotielen. Dus dit is een wereld van verschil, hè. Dit is een mooie tekening, maar ook in een preparaat. Dit is een wereld van verschil. Dit moet je op kunnen vallen.
Dan gaan we naar de laatste tekening, blad van een decortiel. En mooie vormgegeven, en sowieso al deze tekeningen zijn mooie strakke tekeningen, duidelijke lijnen. Er wordt weinig ingekleurd, geen overlappende kruisende lijnen, wordt niet geschetst. Dus let daarop als je tekeningen moet maken. Dwarsdoorsneden, eudicotiel, dus een vlier, syringa. En je ziet hier bovenop, vaak heel moeilijk te zien in een preparaat, de cuticula, een waslaagje bovenop om het vochtverlies tegen te gaan. En hieronder de epidermis, die epidermis en die cuticula aan de onderkant ook weer. Maar wat in veel planten toch wel zichtbaar is, is dat je boven geen huidmondjes en onder wel openingen, dus huidmondjes hebt. Dus hier in de onderkant die openingen, huidmondjes. Ja, de opening zelf is het mondje. En de zeven worden hier de begeleidende cellen mee bedoeld. En je ziet duidelijk een structuurverschil in de bovenkant van het blad en de onderkant van het blad. Hè, deze cellen, dat is mesofiel. Mesofiel weefsel bestaat uit palissadeparenchym. Ja, palissade, mooie rechte kolommen. En hier sponsparenchym, bolletjes. Met veel intercellulaire ruimte. En die intercellulaire ruimte is er natuurlijk om gaswisseling mogelijk te maken. Maar daar komen we in een volgend hoofdstuk nog verder op terug. Hier al die donkere bolletjes. Chloroplasten, ja, bladgroenkorrels. Chloroplasten, geen chromoplasten. Ja, verwar ze niet. Chloroplasten en je ziet wat kernen getekend. En we zien hier een houtvat. We zien hier ook het begin. Halve vaatbundel, ook weer met, even denken, dit is de vaatbundel met phloem en hierboven xyleen, verdiktere celbanden. En dus dwarsdoorsneden door het blad. Die, nog even terug naar die stomata, die huidmondjes, die stomata die sluiten zich door de nacht. Als het donker is, dan sluiten ze. Want die epidermis die heeft geen bladgroenkorrels, dat is hier ook te zien, zijn niet getekend. Maar die stomata, die begeleidende cellen, die sluitcellen, sorry, die hebben wel bladgroenkorrels. Als licht wegzakt, begin van de nacht, wordt het steeds donkerder. Dan vindt er geen fotosynthese meer plaats. Geen glucoseophoping in die cellen, dus de osmotische waarde die daalt. Als de osmotische waarde daalt, dan verliezen die cellen een hoop van hun vocht. En als ze slap zijn, dan vallen ze tegen elkaar en zit het huidmondje dicht. En dat gebeurt precies hetzelfde ook als er vochtverlies is. Alleen gebeurt het dan niet door de osmotische waarde die laag wordt, maar gewoon primair door vochtverlies. Dwarsdoorsneden door het blad dus van een dicotiel. We zijn er doorheen. Aantal belangrijke tekeningen. Kijk goed op hoe die tekenstijl is gedaan. En probeer zelf met preparaten dit soort tekeningen ook te maken. Het hoeft niet zo in detail. Ja. Je kan ook kiezen om maar een kleinere doorsnede te maken. Of zoals hier niet het hele. Hè, of nou ja, hier is net iets meer dan de helft. Maar je kan ook een taartpunt tekenen. Hè, zoiets als dit. Maar je kan er zelfs voor kiezen om gewoon echt maar een hele kleine taartpunt te tekenen. Het gaat erom dat je kan laten zien wat de algemene structuren zijn en dat je benoemt. Benoemen nooit in de tekening, maar altijd met nummers. Heel veel succes met je microscopiewerk en met het tekenen. Succes!